je het allemaal? En welkom weer op een gloednieuwe vlog. Jawel. We gaan er weer eens een leuk dagje van maken. Vandaag is een speciale dag. Ik ga al een douche nemen. Dan ben ik direct ook wakker. Jullie vragen af wanneer ik ga schuren. Binnenkort. Misschien vandaag in de namiddag. Maar nu ga ik gewoon een douche nemen. Maar... Dat ligt er al. Dan moet ik alleen nog maar mijn broek gaan halen. Ik moet oppassen dat ik niet tegen de bed stoot. Oh. En hier ook even de verwarming opzetten. Voilà. Dan heb ik hem in uitgezet. Hier, haha, voilà, mijn broek. Dan ga ik terug naar de badkamer. Dat is lekker. Raam toe, want ik stook voor niks. Anders, dat is ook niet de bedoeling. Iemand wil mijn merchandising eens zien. Oké, dan gaat hij het ook zien. Even goed warm laten lopen. Oh. En dan douchen. Lekker voelen. Lekker warm. Ik ga weer douchen. Ik zie jullie allemaal. Ja, mensen, de afwas moet ook gedaan worden. Hè? Dus daar ben ik nu ook nog bezig. S'morgens vroeg. Brrr. Ja, dat doe ik redelijk vroeg. Zoals morgens wat afwassen. Ik ga jullie er even bij zetten. Eens even kijken. Hè. Improviseren. Weer al. Zodat jullie mij goed kunnen zien. Hè. Voilà. En hopen niet dat de gsm in het water valt. Dan heb ik een probleem. Voilà. Ja nee, dus ik moet ook morgens de afwas doen. Hè. Ik ga zo ook vertrekken naar mijn werk toe. Het is al toch al na 20 na. Als ik altijd maar voor 7:30 vertrek, is dat altijd goed. Dus ik heb nog geen stress. En tegenover mij zijn ze iets aan het leveren. Daar gaan ze binnenkort bouwen. Heel leuk. Nieuwe bewoners hier in de wijk. Joepie! Binnenkort hè. Nee, nog niet. Dus ze kunnen er nog niet gaan wonen, want de woning staat er nog niet. De woning staat nog niet recht. Oké. Oh yeah. Weer al een werkdag voor de boeg. Weer al een werkdag voor de boeg. Yeah. Oh, wat ben ik zo happy. Vandaag staat er redelijk wat op programma, dus ik moet maar vandaag een halve dag werken. Jullie denken van, what the fuck, maar een halve dag werken? Ja, ik moet maar vandaag een halve dag werken. Ik ga vandaag ook naar mijn gastje bij haar toe. Zeg een paar testen afleggen in het ziekenhuis. Omwille van haar maag. Ik hoop dat alles in orde is. Want ze heeft van gisteren 7 uur... S'avonds niets meer gegeten of gedronken water. En dan vandaag was het nog de pikkelharde strijd van niet te roken. Dat gaat een hele moeilijke zijn voor haar. En kijk eens hier, hoe mooi. Toverland, Zevenum. Daar ga ik ook graag naartoe. Maar als het pretparkenseizoen open is... als de sportcentra's terug open zijn, noem maar op. Dan, dan ga ik ook echt allemaal eens een bezoekje brengen. Laat het hier in de comments weten welke pretpark dat ik eigenlijk als eerste moet gaan bezoeken. Is het het Toverland? Is het... wacht, hè, ik heb een paar opnoemen waar jullie kunnen voor reageren. Toverland, Zevenum. Efteling... Bobbejaanland, Walibi, Belgium,
Walibi Holland. Bellewaerde. Plopsaland de Panne. Heidepark in Duitsland. Dus noem maar op. Dus ja, maar dan gaan nog sowieso nog pretparken bij komen. Dus daar wil ik dus allemaal wel een bezoekje aan brengen. En ik ga ook wel eens een vlog van maken van wat informatie over de pretparken. Als je daar naartoe gaat, welke attracties dat daar te vinden vallen. Dus dat is ook wel altijd eens leuk om te weten. Misschien nog, dat het nog in deze vlog voorkomt, ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe laat dat ik haar kan gaan halen of gaan zien, noem maar op. Want ik ga haar weer al steunen. 100%. Zo is liefde. Liefde moet je elkander nemen en geven, ook in de moeilijke tijden. Dus daarvoor ben ik ook voor haar. Daarom heb ik ook een halve dagje genomen voor haar. Dus... Zelfs ga ik mijn afwas nog niet eens klaar. Dus wat ik dan eens ga doen is voor jullie bijvoorbeeld de buitenlandse pretparken. Ga ik eens kijken. Bijvoorbeeld Walibi, Park Bobbejaanland. Welke attracties zijn er allemaal in Bobbejaanland te vinden? Dat ik dat jullie eens op de hoogte kan stellen. Voilà, dat is er ook af. Nu nog de laatste pan, de grote pan. Waar de bloemkoolsoep heeft ingezeten. Ik heb zondag ook nog eens bloemkoolsoep gemaakt. Voor mij en Bea. 2 dagen bloemkoolsoep. Oh, dat was heerlijk. We kregen er niet genoeg van. Dus zondag zijn we dan opnieuw naar Albertijn geweest. Om gaan te shoppen. En ja. Ik zal ook eens een dansje maken als mijn afwas gedaan is. Goed? Oké. Ik zie jullie zo. Yippie-ki-yay! Jawel, dames en heren. Mijn afwas is gedaan en ik heb een dansje gedaan voor jullie. Yeah! En nu vertrekken naar mijn wijk toe. Mijn schoentjes aandoen. En voilà, hier op het wijk aankomen heb ik mijn mondmasker al aan. Dus alles voor de veiligheid, jawel. Even ook iets wegsteken, mijn sleutels. Moet ik wegsteken. Dit moet ik nog even wegsteken. En dan nog mijn rugzak nemen. Want daar zit ook even mijn eten in, want ik ga hier ook nog eten hoor. Ja. Even nog overal wat knolpower spuiten. Ja, ik ben er echt heel trots op de knolpower deo shave. Ha, oh, lekker. En dan doe je dat hier ook nog eens op. Oh. Ja, nee, dan is het Cycle TV AK en zijn knol aan, Timmy. Ja. Nee, dus even wegsteken. En dan kan ik beginnen, hè. Voilà, hier links steken. Voilà, en ik ga proberen toe te krijgen. Het is een hele goede rugzak ook te koop op www.cyclotv.be. Dan pak ik jullie even mee, dan kan ik nog wel even lullen tegen jullie. Voilà, dan doe ik het toe. Ik heb ook mijn schat nog veel succes gewenst dat zij nu naar het ziekenhuis zelfs moet gaan. Dus ze gaat haar darmen onderzoeken en dan ja, zien we wel wat er gaat gebeuren. En dan hoop ik dat het toch alles naar de positieve kant komt. Ah. En nu een halve dagje meedraaien en dan ga ik naar haar toe. Om te kijken hoe het is dan met haar gezondheid. Want ik maak daar mij ook zorgen om, kijkers. Echt waar, ik maak me daar echt ook 100% zorgen mee. Dan weet je dat. Ik zie jullie allemaal zelfs, want ik ga nu te bedrijf binnen. Hoi mensen, ik ben nu onderweg richting mijn appartementje terug toe. Ik ben ook al bij Bea geweest. Daar gaat het min of meer goed.
niet 100%. Ik ga nog eerst bevragen, als u het ook in de vlog mag gooien, wat zij nu juist heeft. Dus daar hou ik nog even achterwege en ook op privacy. Dan hebben we dan nog wel een rondje gereden tot 4 uur. Dan ben ik naar mijn ouders gegaan, mijn eten gewoon gaan uithalen. Stond in de gang klaar. Ja, hier is het altijd zo ontzettend gevaarlijk om over te steken om naar Langveldstraat te gaan. En we hebben continu ook ringen gehad en ik zie hier, we komen terug in Limburg aan en het ijs is gewoon weer, ja, schoon. Zwaar bewolkt dat wel, maar we zien het zonnetje wel. Want daar is het helemaal zwart. Niet achter mij, voor mij nu, als ik zo rij. Blijf jij hier staan. What the hell hebben ze hier geleverd? Oho, veel zand. Heel veel zand. En hoe zit dat hier nu? Want ik ben even niet hier geweest. Dus ja, die zet zijn kabinetje hier. Die weet dat ik hiermee altijd zet. Hier is nog niks veranderd. Niks. Ah ja, en morgen zijn ook de zwarte zakken. Dus ik ga nu even gauw iets eten. Ik ga dus gauw iets eten. Dankjewel mama en papa voor dit weer klaar te maken. Morgen wel een volledige dag werken. Dat wel. En dan, ja. Dus even ook eens kijken als ik... POST heb, post. Dan mogen jullie ook integraal aanwezig zijn. En natuurlijk heb ik post. Die er al even al ook al in ligt, blijkbaar. Want het is weer al doorweekt. Weer al niet goed. Weer al niet goed. Voilà. En als ze kwamen klagen, dan was ik aan het filmen. Ik liet het gewoon filmen, maar dan liet ik gewoon even in mijn zak steken en dan kon jullie alles mee horen. Voilà, ik ben nu terug op mijn appartementje aangekomen. Zeg, en hoe vonden jullie de vlog van gisteren? Ja, dus die is, voor mij is die vandaag online gekomen, maar voor jullie, als jullie dit nu zien, gisteren. Dus hoe vonden jullie de vlog van gisteren al? Ik probeer al meer te dansen, meer moves te doen. Move. Wacht, hè. Dat is een hele goede move doen. Als ik het in orde krijg hier. Hupsa. Ja. La 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 la. Oh, voilà. Weer al een gifje. Oh, mannetjes. Het is echt kut weer. Echt waar, kut weer. Ja, ik meen dat. En toch eet ik mijn middag met een lepel. Dus ik ga nu eten, dus ik ga nu echt even genieten van mijn lekkere warme maaltijd. Dankjewel nog eens, ouders. Uw barsten is ook al afgewassen, die van gisteren. Deze ga ik weer al even in de wacht zetten voor af te wassen, want alleen een bakje en een lepel, daar ga ik geen volledige afwasbak mee vullen. Sorry. Want dat is, vind ik ook een klein beetje wat waterverspilling. Ik ga nu eten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, kijkers. Ik ben even ook bier gaan halen bij haar thuis.
En we gaan nu nog lekker gezellig, jawel, en zo knol kijken en familie kijken. En dus wat? Ja, de kijkers maken ook zorgen, hè. Heb je dat tegen de kijkers gezegd? Ja, nee. Maar ze willen toch ook weten wat er juist scheelt met jou? Die video komt er nog wel. Oké. Ik moet er zelf nog van werken. Oké. Dus ik heb lactose meer niet aan de hand, daardoor heb ik diarree. Voor als jullie weer gaan klagen van Bea, doe haar naar boek. Nee, sorry, dat komt niet door mijzelf. Dat komt puur doordat ik niet tegen lactose kom. Voilà, nu weten jullie het. En we hebben toch ook wel al een zalige taasgenacht achter de rug, hè? Een zalige dagje. Ja. Ik heb dat geen 1 seconde uit mijn hoofd kunnen krijgen. Oei, oké. En daardoor heb ik hoofdpijn gekregen. Maar ja. Ja, je zit nog aan het opnemen, ja. Dat ga ik nog niet zeggen, dat is privé. Dus, maar ja, we gaan nu samen nog iets naar Enzo Knol kijken, en naar familie. En een stuk tv ook vandaag, of niet? Nee, dat is morgen. Dat is morgen, oh. Ja, oh. Maar misschien is er nog wel iets anders op YouTube. Dat we ook eens kunnen kijken. Maar ja, mensen, heel veel bedankt al om daar al tot hier al te bekijken van mijn vlog. Tot ziens allemaal. Zo mensen, ik heb mijn schatje naar huis gedaan. En ik heb dan nog even naar een plaats gereden, naar Pokestopplaats. Waar dan 1, 2, 3, 4, 5 Pokestops heel dicht bij elkaar liggen. Om mijn kist te kunnen vastkrijgen. En dan heb ik mij ook nog in een ene gym gezet. Dit heb ik nog vandaag gedaan. Yeah. Mirrel in de gym. En dan in een keer kijk je terug eens los naar de gym toe. Stonden er al 3 andere mensen toch ook al bij. Van de rode team. Goed zo. Red team. You can do it. En elke Pokémon die ik vind, die probeer daar ook een screenshot van te maken. En jawel, ik ben ermee bezig. Het is een mega project. Veel bekijken. Ook met het datums en al erin te plakken. Muziek erin te plakken. Noem maar op. En ook nog oppassen als ik geen copyright music heb. Dus... ik ben blij dat de dag weer goed is verlopen. Ja, goed. Morgen komt alles tip-top in orde. Wat je nu gaat doen, dat is subiet thuis de vlog nog in de kander steken. Jawel mensen, dat moet ook nog gebeuren, hè. Dat die ook nog tijdig online geraakt. Dus dat wordt nog even achter mijn computer kruipen. En ik ga je ook nog één ding zeggen. Ik ben aan het proberen voor echt er iets van te maken van leukere vlogs en al. En ik heb ook gezien dat er ook morgen stormopkomst is. Als zeker wat geld kan. Dus moet ik nog eens even naar de bank gaan. Het geld afhalen. Voor eens even mijn tankje nog eens vol te gooien. Dan... dat ik eens misschien wel eens naar plaatsen gaan waar het water al redelijk hoog staat en ook waar wat, de weien zo wat onder water zijn. Dat geeft soms ook wel heel mooie natuurbeelden op. Dat wil ik ook wel eens gaan doen. Mijn goede maat Mark is ook thuis. Yay! En dan nog iets. Ik gooi het gewoon openbaar. Mijn schatje zat hier. Ik zat even wat met een gsm bezig te zijn en dan in één keer keek Alice. Ik vind dat gewoon niet kunnen. Ik sta toch niet op de straat, hè? Hoop ik. Ik sta toch redelijk ver van die buizen af. Eens even kijken dan, hè.
Voilà. Sessa. Nee, ik sta niet op straat. Ik sta echt niet op straat. Oh, jammer. Maar ik heb al één ding iets zeggen. Hè. Buiten is het nog zalig. Weet je wat ik nog ga doen? Ik ga nog niet achter mijn computer kruipen. Hop, staat er een. Dan ga ik wel mijn powerbank meenemen. Of nee. Ik ben aan het denken, dat ligt boven zeker, mijn muts. Ja. Als ik dan één keer naar boven ga, dan wil ik ook niet meer naar binnen toe. Nee, dan wil ik ook echt niet meer naar binnen toe. Ja, en mijn kerstverlichting hangt er ook nog altijd. Aan de ene kant is hij nu aan de andere kant is hij nu uit. Ik moet die nog eens synchroniseren. Of hoe ze het ook zeggen. Oh, hier liggen puttekes al. Lol. Ik ben dus even zo aan het kijken waar ze allemaal mee bezig zijn hier. Want hier zijn echt redelijk wat werken bezig. Zodat je ziet hier van achter. Ja, ik pak jullie eens mee eens naar buiten toe. Dat is toch eens ook eens iets anders dan altijd binnen zitten. Hier staat ook een kraan, of hoe je dat ook noemt. Weet je wat, ik ga zo eens heel van achter gaan. Gewoon eens zo. Eens kijken waar ik dan uitkom. Hier hebben we onze nieuwe stoep al. Mooi. Heel mooi, onze stoep. Heel veel geleverd, maar nog niet veel terras gedaan. Nee, dat kunnen we dus blijkbaar niet doen. Oké. Okay. Ik dacht dat ik iets hoorde. Dat zijn die plaatjes staan met waaien zijn. Wel, dan kunnen we een kleine wandeltochtje doen. Ik pak jullie sowieso mee, want ik wil nog even genieten van het heerlijke lucht. En ik zeg het u, onze beekjes staan ook redelijk hoog. Als je ziet, dat hier zat redelijk wat water. Hier hebben we een opvangbekken voor onze woningen. Dat is wel niet veel. En dan hebben we hier ook nog een wachtbekken. Dat is ook niet veel. Maar ik zeg het u, die vieze pad ziet er wel echt modderig uit. Zou eens gelijk nog eens uit. Als we dan nog niet genoeg hebben van bulldozers, hier staat dan ook nog een. En dat mooie, ik staat daar helemaal blank. Ik weet niet wat ze daar bezig zijn. Ze zijn ook achter de tennisvelden bezig. Maar jammer genoeg kan ik u dat niet meenemen, want het is donker. Zo donker als iets. Als er wat verlicht was, ja, kon ik wel eens zeggen van ja, dan ga ik wel eens wat van achter. En dan nog iets heel leuks. Dit gaat hier ook nog helemaal veranderen. Hier komen ook nog allemaal paadjes toe. Naar kinder toe, naar daar naartoe. Allemaal aftakkingen van deze fietspad. Oh, toch zo zalig. En dan staat hier ook nog een cabine waar de werkmannen hun pauze kunnen nemen. Ik dacht dat ik iets hoorde. Toch niet. En nee mensen, ik heb geen corona. Het gaat al veel beter met mijn hoest, vind ik. Het is naar de betere kant aan het gaan. En ik hoop dat het ook in de toekomst wat beter gaat. Dus ik hoop dat jullie het ook fijn vinden dat ik jullie ook meeneem naar, op wandeltocht. Hier staat nog een mooie vuilbakje. Maar hier is het fietspad weer al goed proper. Want hier komen niet de bulldozers door. Of de graafmachines. Die komen allemaal via onze straat binnen. Dat doet het toch eens deugd, zoals een wandeltochtje. Ja, we moeten mensen nog meer doen. Die we drie te vloggen, dat kan er zeker.
Ah ja, juist, dat is ook nog zoiets. De vlaggen ook anders steken. Voilà. Maar ik zeg het, het is vrij rustig op straat. En nee, ik ben niet na 12 uur op straat. Totaal niet. Want, ik hoor toch in de verte, kijk maar, kinderen in de verte, komt er een auto aan. Ziet je? Dus. Voor de geblaf. Menke, je mag hier maar 50. Die rit wel harder dan 50. Die rit harder dan 50. En die kabinetje hier ook. Dat mag allemaal. En die auto. Die gaat ook over de 50. Oh, die kabinetje moet hierin. Dus, ja. En die moeten Iris slaan in. Oké. Maar ja, mensen. Ik ben nu wel bijna terug thuis van een hele leuke, verfrissende avondwandeling. Of hoe moet ik het ook noemen. Vergeet al sowieso, alstublieft, geen blauw duimpje. Vergeet ook hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal van Cycle TV. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog online komt. Of een andere video. En kijk eens wat hier ook nog ligt. Jawel, een bergzand. Gaan we erop spelen? Nee. Want het is niet mijn eigendom. Dan blijft er ook vanaf. Kijk hè. Daar heb je dus. Ik ga ook nog een klein mededeling kunnen doen. Ook een klein beetje naar Codium toe. Kijk, dat is een privéparking hè. En kijk eens. Voor die privéparking staat er ook een auto. Dus waarom zal ik mijn auto dan niet mogen aan de overkant van de appartement mogen zetten? Want ze doen daar ook moeilijk mee. Die auto heeft het slim gepakt hoor. Die is 13 euro per maand goedkoper af. 13 euro per maand betaal ik aan mijn parking. En ik zat er niet op. Ja. Maar ja, als het hier wel bewoond is of bebouwd is, dan moet ik wel verplicht mijn auto wel op de parking zetten. Maar voor de rest, ik ga jullie laten. Ik hoop dat jullie van de vlog hebben genoten. En ik zie jullie allemaal. Wow, ik ga ook eens overdag eens helemaal naar Kinder toe. Waar ze ook eens aan bouwen zijn. Dan zal ik jullie ook daar wel eens mee nemen. Naar de bouwprojecten van hier van Ierslaan en Begonielaan. Tot later.